Wanneer u een 3D-televisie aanschaft, wilt u natuurlijk wel een model kopen dat het beste bij u past. In deze video tonen we u hoe 3D-televisies op dit moment werken, behandelen we de nieuwe generatie 3D-technologie van elektronicafabrikant LG en bekijken we de eerste LG-modellen met deze techniek van dichtbij. Zo kunt u volledig geïnformeerd bepalen welke 3D-tv u het meeste aanspreekt. 3D-televisies kunnen naast gewone tweedimensionale platte beelden ook 3D-beelden weergeven. Ze moeten daarvoor in 3D opgenomen beelden ontvangen van een 3D Blu-ray-speler of via een 3D-tv-signaal. 3D-beelden worden opgenomen met twee camera's die vlak naast elkaar zijn geplaatst. Net als uw ogen zien deze twee camera's hetzelfde object, elk vanuit een andere hoek. Als bij het afspelen de opnames van de linkercamera alleen gezien worden door uw linkeroog en de opnames van de rechtercamera alleen door uw rechteroog, ervaart u de weergave als driedimensionaal. Om dit te bewerkstelligen werd er tot nu toe gebruik gemaakt van de Active Shutter technologie. Begin 2011 heeft elektronicafabrikant LG een tweede techniek gelanceerd. Filmtype Patterned Retardation, of kortweg FPR. De meeste 3D-tv's maken gebruik van de actieve shutter-technologie. Bij 3D-weergave toont de tv een fractie van een seconde een beeldje opgenomen door de rechtercamera. Daarna toont de tv een beeldje opgenomen door de linkercamera enzovoorts. Tijdens het kijken draagt u een speciale actieve shutterbril. Wanneer de tv het beeld van de rechtercamera toont, sluit de bril heel even een sluiter in de linkerlens. Zo ziet u het beeld van de camera alleen met het rechteroog. Bij het beeld van de linkercamera gebeurt hetzelfde, maar dan andersom. Omdat het openen en sluiten heel snel gaat, denken uw hersenen dat uw ogen elk hetzelfde object tegelijkertijd uit een iets andere hoek bekijken. Daardoor ziet u de beelden in drie dimensies. Elektronicafabrikant LG ontwikkelde een nieuwe 3D-techniek gebaseerd op dezelfde techniek als in bioscopen wordt gebruikt. De techniek heet Filmtype Patterned Retarder of FPR. De techniek werkt niet met een bril met sluiters, maar met passieve polarisatiefilters. De 3D-tv is voorzien van een speciaal filter dat de richting van het licht verandert. Bij 3D-weergave toont de tv een fractie van een seconde het beeld van de rechtercamera dat van het filter een horizontale richting krijgt. Het volgende beeldje komt van de linkercamera en dit licht krijgt van het filter een verticale richting. Tijdens het kijken draagt u een polarisatiebril. De lenzen van deze bril blokkeren licht met een bepaalde richting. Zo blokkeert de linkerlens licht voor het rechteroog en andersom. Daardoor ziet u het beeld in drie dimensies. De nieuwe FPR 3D-techniek ontwikkeld door LG heeft een aantal voordelen. Een polarisatiebril is al gauw 10 keer goedkoper dan een active shutterbril. Bovendien heeft een polarisatiebril geen eigen stroomvoorziening nodig, wat betekent dat u de bril niet hoeft op te laden. De bril laat bovendien ook een grotere kijkhoek toe. Zo kunt u bijvoorbeeld ook liggend naar 3D-beelden kijken. Ten slotte is er bij de FPR-techniek vrijwel geen sprake meer van flikkering, wat de kijkervaring veel prettiger maakt. Een 3D-tv met actieve shuttertechniek wisselt tot 250 keer per seconde van beeld. De actieve shutterbrillen openen en sluiten synchroon met de tv. Maar als de 3D-tv en de bril niet exact gelijk opgaan, ontstaat er flikkering. Het linkeroog ziet soms beelden bedoeld voor het rechteroog of andersom. Dit maakt de kijkervaring erg onplezierig. Als u een active shutter 3D-tv aanschaft, let u er dan op of een toestel hier last van heeft. Omdat de passieve FPR-techniek in LG-televisies geen gebruik maakt van sluitende lenzen, hebben deze toestellen geen last van flikkering. LG past de FPR-techniek toe op de nieuwe LG Cinema 3D-modellen. Naast deze techniek beschikken de Cinema 3D-televisies over nog een voordeel. U kunt op dit toestel namelijk ook zelf de mate van diepte en de kijkpositie instellen. Hierdoor is de tv praktisch voor korte, maar ook voor grotere kijkafstanden en kijkhoeken. Veel 3D-tv's zijn uitgerust met speciale software die gewone 2D-beelden kan omzetten in 3D.
Voor alle toestellen geldt dat dit virtuele 3D nooit even goed is als origineel 3D-materiaal. Ook de LG Cinema 3D kan 2D-beelden omzetten naar 3D. Maar ook hier geldt dat origineel 3D-materiaal een superieure 3D-ervaring zal opleveren. De LG Cinema 3D-toestellen zijn uitgerust met een edge-LED-scherm dat beschikt over local dimming. In een edge-LED-scherm hebben de pixels wel kleur, maar geven ze zelf geen licht. Het licht is afkomstig van kleine LED-lampjes die zijn verwerkt in de rand van het scherm. Via een speciaal soort folie wordt hun licht over het hele oppervlak achter de pixels gereflecteerd. Met local dimming is het mogelijk om delen van deze LED's uit te schakelen terwijl andere LED's blijven branden. Hierdoor wordt het contrast van het beeld sterk verbeterd. Het voordeel van edge-LED-schermen is een snellere responstijd in vergelijking met LCD. Daarnaast zijn deze schermen uiterst licht en plat te maken. Dit maakt ze zowel praktisch als mooi vormgegeven. Een 3D-tv heeft een minimale refresh rate nodig van 120 Hz. De LG Cinema 3D heeft een refresh rate van ongeveer 240 Hz. En verversht het beeld dus 240 keer per seconde. De LG Cinema 3D heeft met 240 Hz een van de hoogste refresh rates van alle 3D LED-televisies. Bij een conventionele 3D-tv is het van belang dat u een toestel koopt dat groot genoeg is om vrijwel uw gehele blikveld te vullen. Alleen dan valt het knipperen van de shutterbrillen bijna niet op. Omdat de LG Cinema 3D geen gebruik maakt van knipperende brillen, is het niet langer noodzakelijk om het grootst mogelijke scherm te kopen. De LG Cinema 3D-modellen zijn verkrijgbaar als 32 inch, 42 inch, 47 inch en 55 inch toestellen. De aansluiting van een tv met een home cinema set of andere audioapparatuur kan op verschillende manieren tot stand komen. In de eerste plaats kan dat met behulp van HDMI, maar daarvoor heeft de audioapparatuur wel een HDMI-ingang nodig. De tweede mogelijkheid is via een digitale audioverbinding. Hiervan bestaan twee varianten, optisch en coaxiaal. Ten slotte is er aansluiting mogelijk via de analoge audio-uitgangen. De LG Cinema 3D kan audio via HDMI, via een optische digitale poort en via twee analoge audio-uitgangen naar uw apparatuur versturen. De meeste moderne televisies beschikken over een LAN-ingang en wifi voor de verbinding met een thuisnetwerk en het internet. De mogelijkheden die de tv online biedt verschillen echter van fabrikant tot fabrikant. De online mogelijkheden van de LG Cinema 3D zijn zeer uitgebreid. De tv heeft toegang tot video-on-demand services, tot een eigen applicatiestore en biedt een volledige webbrowser waarmee u onbeperkt op het internet kunt surfen.